Welkom bij weer een nieuwe video. Mijn naam is Dutch Farmer John. En bij deze mag ik bekendmaken dat er een tweede boerderij is aangeschaft. Naast de huidige boerderij hier, die je van de video's kent. We hebben drie hele mooie moderne stallen. De grote melkveestal natuurlijk, waar we de koeien worden gemolken. De kalverstal, waar de kalfjes liggen van jong tot oud. En vervolgens de jongveestal, waar de pinken groot worden. Een prachtig bedrijf die wordt gerund door twee broers en die op zoek zijn naar een beetje uitbreiding. De nieuwe locatie bestaat uit een melkveestal, plek voor 120 koeien, maar met een melkstal. Dus geen robots, maar een melkstal. Het is een mooie moderne stal waarmee nog jaren vooruit geboerd kan worden. Bij deze laat ik jullie wat mooie beelden zien. We zijn hier dus in een nieuwe stal, op de tweede locatie. Hier beschikt de stal over een melkstal, 2x12 rapid exit. Hier links is het nog een soort strohok, er zit nu zand in. En daarachter zijn de koeien met de lichtboxen. Plek voor ongeveer 120, 130 lichtboxen en een mooie grote wachtruimte. Waar de koeien dan staan te wachten als ze worden gemolken. En dan via de melkstal kunnen ze zo weer door het gangetje naar de stal toe. En bij dat gangetje kunnen ze ook uitgeselecteerd worden. Super lekker klimaat hier. Je kunt, de ervaring hier in deze stal is super fris. Je hebt mooi veel natuurlijk licht wat naar binnen valt. En de kleden zijn met een systeem automatisch ingesteld. Die gaan gedurende de dag heen en weer. En zorgen dat het klimaat in de stal fris en op hetzelfde niveau blijft. De stal beschikt dus over twee voergangen aan beide kanten. Daarachter is ook een voergang. Het is eigenlijk een 0 plus 4 plus 0 stal. Zo zie je dat om de stal heen lekker veel gras is. En dat komt goed uit, want de koeien worden gewijd op dit bedrijf. En veel gras rondom de stal betekent dat de koeien niet ver van de stal af hoeven. En lekker de weide in kunnen. Iedereen hier op het bedrijf heeft er zin in om het aan te pakken en ermee aan de slag te gaan. Ben jij nou super benieuwd hoe we dit allemaal voor elkaar gaan krijgen? Waar we tegenaan gaan lopen? Hoe is het nou gekund dat je een tweede boerderij koopt? Welke idioot koopt nou een tweede boerderij in Nederland? Met al die regels en al die onzin. Waarom zou je dat nou doen? Ja, als je geabonneerd bent en je gaat de volgende video's kijken, dan kom je er allemaal achter. En dan gaan we lekker aan het werk, lekker koeien melken. En dan wordt vanzelf alles duidelijk over de nieuwe locatie. Hier in Nederland. Ik zou zeggen, abonneer, druk op die like button en dan zie ik je bij de volgende video.